4 jaar geleden, toen ik eraan begon, was Wabinti nog gewoon tv-presentatrice worden. En ik heb dan beseft, door inderdaad met kinderen te spreken, dat niemand wil nog tv-presentatrice worden. Hallo, ik ben Frederike en ik ben de regisseur van Binti. Ik ben Binti en dit is Elio. Welkom op mijn kanaal. Okapi wordt een Congo. Ik verkoop koekjes voor de Okapi's. Mama, er is een meisje en die verkoopt iets. Ik ben een jongen. Ze heeft ongelooflijk veel moed en talent. Geef haar liefde en een daverend applaus, want hier is de enige echte les op Binti. Hoe heet die gaspat een telefoon toch? Maar we mochten bellen naar de bibliotheek. Flikken! De politie wil ons oppakken. Binti gaat over Binti. Een 12-jarig meisje die ervan droomt om bekende vlogster te worden, YouTuber. Ze woont in België, is van Congolese origine en ze woont in België zonder papieren. En ze ontmoet een jongetje Elias en ze gaat haar vader proberen koppelen aan de moeder van Elias, omdat ze gelooft dat als die gaan trouwen, gaat zij in het land mogen blijven. Het kinderen zonder papieren gegeven, puur gewoon omdat ik het zelf een nogal chockerend gegeven vind dat kinderen die hier soms geboren worden, opgroeien, naar school gaan en zo, alsnog naar een land worden gestuurd waar ze nog nooit zijn geweest. Ik denk dat diversiteit of multiculturaliteit eigenlijk altijd bijna per ongeluk in mijn werk komt sluipen in die zin dat ja, onze samenleving is multicultureel. Ik ben geboren en opgegroeid altijd in heel grote steden en zo, dus dat is gewoon ook altijd zeer aanwezig geweest. En dat is dan eigenlijk bijna een normaliteit of zo om dat in mijn werk te steken. Ik vind dat ook heel boeiend. Hallo allemaal! Ik ben dus bij Superstar, bij de VIP. Het vloggen vond ik interessant omdat daar dan omdat YouTube zo'n grenzeloos medium is waar iedereen eigenlijk zijn plek kan eisen. Ik heb eigenlijk beseft dat ik zelf heel weinig kende van vloggen. En 4 jaar geleden, toen ik eraan begon, wou Binti nog gewoon tv-presentatrice worden. En ik heb dan beseft, door inderdaad met kinderen te spreken, dat niemand wil nog tv-presentatrice worden, inderdaad. En ik heb echt research gedaan rond het vloggen. Heel veel YouTube gekeken. En ik vond dat, en ook met kennen zo die vraag dat je dan als volwassene aan een kind stelt van ja, maar waarom wilt je je hele leven op YouTube zetten? En ik vond dat element dat je plaats claimen in de maatschappij of zo, dat gegeven vond ik er dan zo interessant aan. Zeker voor Binti, want ik wou echt dat zij een personage was dat niet dat haar plaats opeist in onze maatschappij. Take 23. Yo, ik ben Elias. Take 86. Dus I'm a big, big girl in a big, big corporate. A lot of stuff and sometimes I'm up, but I don't wanna be forgotten. Nee. Eén grote vreugde. Nee. Het is wel heel grote vreugde. Het moeilijkste voor mij is, denk ik, enerzijds het schrijven, denk ik. Omdat schrijven is zo'n lang proces en is echt emotioneel best heftig. De rest heb ik het gevoel gaat sneller of zo. En dan, wat ook wel moeilijk is, is natuurlijk om dan plots op zet te staan en met heel veel mensen te moeten samenwerken en ervoor te zorgen dat dat goed gaat. Dat is ook een uitdaging. Maar dat is allemaal korter en krachtiger. Dat schrijven is echt een gevecht met jezelf. Je moet jezelf aan die tafel zetten. Je kunt 101 ideeën hebben, maar dan die weg tot dat helemaal tot een script uitbouwen is lang en vermoeiend. En je moet echt jezelf daartoe krijgen. Nee, als kind wou ik actrice worden. Ja, grote dromen, hè. Ik was in New York mijn eerste keer als ik 15 was. En ik heb toen eigenlijk gezegd, ah, hier ga ik studeren. Ja, ik ben inderdaad naar daar gegaan, 17, heel naïef, denkende dat ik daar voor altijd zou blijven. Ik had wel in dat jaar dat ik in New York werkte, gemerkt dat acteren dan toch op de een of andere manier te beperkt was of zo. Dat je te veel eigenlijk afhangt van anderen. En dan wou ik graag zelf beginnen maken. En dus dan ben ik uiteindelijk in Parijs film gaan studeren.
Ik ben geboren in Antwerpen. En voor mij het idee om te wonen in een stad waar je geboren bent, is niet verrijkend. Het idee dat zoveel verschillende mensen eigenlijk verplicht samenwonen in zo'n plek en dan allerlei manieren vinden om dat ook zo goed mogelijk te doen, vind ik zo mooi. Wat dan een soort van stroomversnelling is geweest voor mij om te willen films maken. En zo is zo die hele mumblecore, begin van de indie scene in New York in begin 2000, eind jaren 90. Ja, mensen die daaruit gegroeid zijn, is zo Noah Baumbach en Greta Gerwig en zo. Die zijn daar een beetje uitgegroeid. Het is allemaal zo wat begonnen met de Cassavetes, Methods, hele groepstroming. Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom ik mij aangetrokken voelde tot de Verenigde Staten. Mm-hmm. En ik weet dat dat toen, als ik daar was, begin jaren 2000, heel, heel inspirerend was voor mij. Als je geen papieren hebt, dat wel leeft, maar niet bestaat. Ik heb 1000 abonnees op mijn kanaal. Dat besta ik toch? Maar ik heb eigenlijk heel weinig directe van zo... Als ik zeg van zo wil ik graag werken of zo, zijn dat eerder bijna manieren van werken. Zoals Mike Lee, die zo'n heel specifieke manier heeft van werken met zijn acteurs. En dat zijn dingen waar ik naar opkijk. Veel meer dan specifieke Tickles. Films. Check onze volgende video. En voor alle informatie, check de video. Ja, ik ben benieuwd naar Cleo van Eva Koos. Ja, ik ben natuurlijk... We kennen elkaar goed en dat is leuk om elkaars film te, werk te bekijken. En ook wel het leven van Doreen B. van Anke Blondeel. Twee nieuwe vrouwen hè, in het Vlaamse regielandschap. Ah ja, dat is nu eigenlijk toevallig inderdaad dat ik die opnoem. Sorry, het is een beetje chaos. Mijn papa is een dichter. Echt waar? Ik denk dat je misschien af en toe wel iets minder makkelijk serieus genomen wordt in bepaalde gesprekken of in bepaalde situaties. Situaties die jij jou ook herinnert, concreet? Ja. Ja, ik zou dat wel durven zeggen. Maar ik kan ook niet zeggen dat het voor mij heel erg moeilijk is geweest, dat ik heel erg belemmerd ben geweest omdat ik een vrouw ben. Zelf denk ik dat ik soms zelfs positief ben geduwd geweest daardoor dan verhinderd. Dus er is zeker een positieve evolutie, ja. Ik wil wel heel graag zo'n echte acteursfilm maken. Dat is zeker wel een droom. Dat ik heel lang en intensief repeteren en al dat. Zeker. Specifieke namen daarop? Niet echt, nee. Zou ik graag met grote internationale namen werken? Enerzijds boezemt u daar heel veel schrik in ook natuurlijk. Want ik denk dat je dan zoiets hebt van... Maar anderzijds, ja, tuurlijk, ja. Ja, ik ben begonnen. Kan je of wil je al verklappen waar je aan het schrijven bent? Nee, dat is nog te vroeg. Maar het speelt zich af in Brussel.